Welkom iedereen bij weer Reddit in Clank, Rift Apart. Um, ja, dat was een flink iets. Uh, Clank zijn we kwijt. Nefarious is de keizer in deze dimensie. En uh, ja, wij moeten nu maar gaan uitzoeken wat er aan de hand is. En heel simpel gezegd: uh, dit is echt de. Dimensie waar Neferrius altijd wint. Maakt niet uit wat er gebeurt. neferius wint altijd in deze. dimensie. Het is een beetje een typetje van. Uh... Maakt niet uit wat er gebeurt. Maakt niet uit hoe het loopt. Hij krijgt het altijd voor elkaar. En ja, als je zo'n persoon zijn gang kan laten gaan. en door kan laten gaan. dan tikt het flink aan. en dan tikt het heel hard door. Dus ja, hier heb je dan in plaats van metropolis, uh, voor mij een neferiënstad, de heet deze plek volgens mij. Nee, ik kan het wel zien. Het is aardig neon, alles is ger uh, gerobotiseerd. En het is op zo'n manier gereguleerd dat mensen op andere manieren niet binnen kunnen komen. En het is ook gewoon een dictatuurstaat. Ja, een neferiënstad. Voor, tijdens en na je aankoop. Nee, ja. je kan zeggen wat je wil. Ook al is het een dictatuur, er vliegen zoveel schepen langs, dus waarschijnlijk is het dus wel een goede bazaar mogelijk. Zeker weet ik niet, maar blijkbaar is het wel populair en uh, worden dingen mee gedaan. Maar ja, een militaire staat vind ik ook weer best erg. Want dat had gewoon in dat iedereen elkaar controleert. Iedereen elkaar gewoon niet kan vertrouwen. Nou, zonder clank kunnen wij alsnog zweven. Alleen de zweefoptie is iets minder dan clank. Afstand is, is iets minder. Is het, is het heel veel minder? Nee. Maar een mini, -mini verschil tussen. Nou ja, het belangrijkste is echt je bolts verzamelen. Heb je je bolts, kan je items kopen en je nieuwe uh, wapens. Nou ja, wij zagen net heel even kort, nou, daar net ook, blauwe kristallen. Dat is raritanium. Je wapens kan je upgraden door middel van raritanium. Ja, mevrouw Zurkon is aardig universeel. De hele Zurkon-familie is universeel. Nou, hier hebben wij uh, Rivet. De vrouwelijke Columbia's van de serie. En die letterlijk uh, toen ze werd, werd weergegeven in de trailer. Nou ja. Ik weet niet hoe snel mensen kunnen uh, tekenen, maar flink. En het flink van haar getekend. Het fantoom, oké. Okay. Ja, nou prima. Dus uh, we moeten op zoek naar het fantoom en Club Neveris. Maar eerst, juffrouw Zulcon, heb jij van mij wat nieuwe wapens? Ja, maar ik kan ze niet betalen. Dit is precies wat ik bedoel van, bolts zijn echt je vriend in deze game. Dus je moet echt flink gaan zoeken. En wat heel geinig is, later krijg je de mogelijkheid om makkelijk bolts te farmen. En dan gaat het opeens heel snel. En dan heb je zometeen gewoon bolts waar je je afvraagt van, oké, okay, wat moet ik nou met deze bolts? Uh, ja, wanneer de game het laat zien, dan leg ik daar wel iets meer uit over de upgrades. Nou, waar juffrouw Zulkond nou over heeft zijn de spionbots. Uh, deze game heeft, als ik het goed heb onthouden, drie of vier collectibles. De eerste collectible zijn de spionbotten. De spionbotten geven je toegang uh, tot het ultieme wapen van deze game, wat de Rhino. Eat 8 is 8 is gewoon de versie. En die een die soort van dimensionator is. Dus het creëert gewoon referenties naast andere Sony uh, games. Dus je creëert een gat en dan kunnen dingen eruit droppen. Dat zij bijvoorbeeld een schip of andere dingen die iets te maken hebben met bijvoorbeeld Sony. Het uh, tweede ding wat je kan verzamelen zijn Golden Bolt daar verzamel ik een paar van dat is puur skin gerelateerd dus bijvoorbeeld je kan de skin van de moersleutel aanpassen of bijvoorbeeld uh, de skin van de bolts aanpassen dat, is, dat ze roepies zijn in plaats van uh, bolts latere golden bolts kun je ook infinite health en infinite ammo geven dus dat is nog handig en de laatste collectable zijn de lorps, wat lombex orps zijn en lombex orps geven je wat verhalen rondom de ontwikkeling van de game en wat dingen wat erachter waren. Vind je het nodig kan je de golden bots verzamelen maar op zich het is het allemaal cosmetisch of niet heel erg nuttig want de rhino eet is niet heel erg sterk tegen bosses, is puur sterk tegen een bepaalde battles. Uh, battles tegen kleine of hele grote waves van enemies. Uh, en twee wapens die wij niet kunnen krijgen zijn de Pixelizer en volg mij iets met wat Apocalypse heet. Pixelizer maakt alles pixelachtig en de Doom-ding is iets meer gefocust op gewoon extra damage. Zoals je hebt, waarschijnlijk hebt gemerkt, ik heb geen New Game Plus. Ik heb de game wel uitgespeeld eerder. Maar ik doe geen New Game Plus. Want je kan met de wapens in deze game kan je hem makkelijk halen. Nou, waar we nu zijn, zijn dimensionale zakdimensies. Wat voornamelijk. Nou ja, je toegang geeft tot Golden Bolt, Raritanium of Skins. Ja, er zitten ook skins voor. Ratchet en Rivet in deze game. En dat zijn voornamelijk wat outfits die je bepaalde perks geven. Dus extra damage tegen bijvoorbeeld robots. of extra bots voor het verslaan van robots. Uh, er zal waarschijnlijk volgens mij één moment zijn in deze serie waarin ik dat doe. waarin ik de panzer aan heb, maar dat is dan puur vanwege grinden. Nou, in ieder laat ik het zien. Uh, schade van de various enemies enemiesvlag met 5%. Nou, oké. Okay. voor mij kan het uploaden tot 20% zo'n beetje. Dus ja, het, is, het helpt wel, maar het is voor een groot deel cosmetisch. Lihup, en we zijn door. Nou, je kan je doel uh, zoeken. Dan heb je een doel wat een subdoel is of een maindoel. En maindoel is geel. Nou, dat is dan een spionbot. Ik laat volgens mij alleen de spionbot één keer zien. En voor de rest ga ik niet voor de spionbot. Want de Rhino-8 is op het moment dat je hem volledig kan krijgen. Ben je al eigenlijk bij de final boss. Dus je zou het eigenlijk alleen maar doen voor specifieke redenen. Anders zou je de Rhino 8 eigenlijk nooit gebruiken. Nou ja, ik heb, net, uh, ik heb eerder een wapen gekocht van. Juffrouw Zorkon, Wat heet Prettig Gespoord. Uh, ja, alle namen zijn puns. Of bepaalde referenties. De handhaver is gewoon een shotgun. Het, het handhaaft wel. Splinterbom. Nou, het is een bom dat wat splintert. En bijvoorbeeld... Knallerpistool is gewoon een pistool wat flink knalt. Ja, de namen zijn super simpel. Uh, prettige spoort. spawnt uh, In het begin volgens mij 2 à 3... Uh, ...fungussen. Die dienen als turrets. En ook deels als aggro trekkers slash taunters. En die maken dan nou ook bijvoorbeeld grappen van: hey ik ben een hele, ik ben een hele fun guy. Dus in, je, je moet som, op sommige punten voor de punts moet je echt Engels op hebben staan, want heel veel dingen in Nederlands werken niet. Um, ja, voor nu zijn ze niet echt super, maar hey, later, wanneer ze kan upgraden, worden ze wel beter. En, dat is op zich wel, ge wel geinig in deze game. Je kan al heel snel heel veel extra mogelijkheden krijgen voor wapens. De, want bijvoorbeeld nu al uh, een soort van tussenhaakjes turrets krijgen. Is al aardig vroeg. Want ze kunnen taunten en kunnen mogelijk wat dingen helpen. Dus even de aandacht van jou wegtrekken. Wat je in, mogelijk in andere games pas misschien. Op de helft zal kunnen krijgen van de game. Omdat ze eerst willen dat jij focus op je eigen. speelstijl en eigen mogelijkheden. Bijvoorbeeld. Maar ja, deze game is ook echt gewoon. gefocust op schiet maar gewoon raak. Uh, er kan bar weinig misgaan. Nou, deze game is ook erg toegankelijk. Zelfs als je hem op hogere difficulty speelt, is en blijft hij erg toegankelijk voor. Mensen die nooit eerder Richard en Clank hebben gespeeld. Want het is uiteindelijk gewoon shooty, shooty, bang, bang. En meer een deel van de enemies. En naar mijn mening trekt dat ook aardig door naar de boss fights. Zijn aardig. Niet te sponsig. Je weet wel wat ik daarmee bedoel. Voornamelijk enemies die letterlijk je hele ammo kosten. Dat heb je niet echt in deze game. Je ammo rijdt wel een keer op, maar. Uh, je hebt bijna drie wielen vol aan. wapens. Nou ja. Als je ze allemaal op, uh, opmaakt. dan moet je misschien toch even kijken of je. nauwkeurigheid. iets beter kan doen, of kijken wat je nog kan upgraden. Want upgraden wordt wel gehighlight, maar het is niet per se nodig. Als jij op een, op een hele uitdagende manier de game wil spelen, kan je ook zeggen van ik upgrade mijn wapens helemaal niet. Zorg er wel voor dat de ammo capaciteit van bepaalde wapens een stuk minder is. En bepaalde perks ook iets minder zijn. Bijvoorbeeld een shotgun. Kan je bijvoorbeeld hebben van oké. Okay, de perk die je hebt geeft het meer bereik. Nou, dan heb je misschien iets minder. Uh, een shotgun met iets minder bereik. Is dat heel erg? Nee. Dus dat kan je zeggen van oké. Okay, ik upgrade hem wel of ik upgrade hem niet. Want zoals ik al zei, Raritanium. Later in de game kom je al heel snel aan Rarita, Raritanium. In het begin is het soms even zoeken, maar later zwem je er in, in principe in. Nou ja, en dit zijn heel veel uh, geinige dingen. De omroepen van de ferriestad is flink overdreven. Bijvoorbeeld, je hebt werkdagen van uh, 48 uur. Als je je afvraagt van, wacht even, maar vier, er zitten 24 uur in de dag? Ja, ze trekken het gewoon door. Dus één werkdag is zijn twee dagen, puur voor productiviteit. Uh, ze denken ook van, ja, uh, hele krappe werkruimtes zijn heel goed voor de sfeer. En je hebt maar één pauze op een dag. Dus ja, dat is op zich wel heel geinig dat die heel erg. Oh, nou ja, overdreven is en over de top. En dat is een beetje de humor van Ritje Ten Clank Over de top. En geinig, net zoals met uh, Neverius. Hij is over de top en is fun. En wat de soldaten bijvoorbeeld ook doen, en dat is dan wel weer geinig, is ze highlighten soms welk wapen je gebruikt en zeggen dan ontwijk de splinterbom of pas op, hij heeft de handhaver. Ik weet niet, zulke kleine dingen vind ik altijd wel geinig om te zien. Uh, hoe zie je bijvoorbeeld ammo? Ammo wordt gehighlight door middel van hologrammen. Dus dat is best simpel. Dus als je bijvoorbeeld een hologram ziet, dan kan je het oppakken en zie je als ammo. Het wordt weergegeven als wit als de emote daarvan vol is. En omdat de iconen zo duidelijk zijn, kan je altijd wel zien: van oké, okay, heb ik het nodig. Nou ja, hier zie je een paddenstoel, dus dan weet je, het is voor je prettig gespoord wapen. Nou, hebben we een spionbot. En kunnen we zo naar beneden. Maak je klaar voor verwoesting. Dan nou, heb je hebt er tien van nodig. En die 10 zijn verdeeld over alle planeten. Nou ja, laten we nu maar even op zoek gaan naar het fantoom. Wij zaten even wat extra dingen te doen. Ook even puur voor de. extra bolts. Want ja. Eh, des te eerder je de wapens krijgt, des te eerder je ze ook kan upgraden. Des te beter ze worden en des te makkelijker je de game door kan. Want het is ook wel zo dat sommige dingen in de game. Erg makkelijk kunnen lopen als je een beetje goede upgrades hebt. Nou, ik weet niet of dat een leuk feitje is dat de volgende corehouder zweeft in een uh, zwart gat. Lijkt me erg gevaarlijk. Wauw, dat Nefari is ook nog halve prijzen geeft met uh, klantenkaarten. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Alleen een dansmachine. Had ik maar een dansmachine. Nou ja, het fantoom is bijna niet te missen wie het fantoom was. Want dat was heel erg duidelijk. Ja, het is Kit. En wij skitten zo naar het einde van de aflevering. Mensen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.